De Zenmuse X-T2 is de opvolger van de Zenmuse X-T. En naast dat het een nieuw type camera is, heeft hij ook een paar extra features waar ik het graag heel even kort met jullie over wil hebben. We hebben de X-T2 al eventjes unboxed en ja, als je hem ziet en in je handen houdt, dan valt absoluut op dat het een heel mooi gemaakte camera is. Degelijk en ook de eerste camera die dus spatwaterdicht is met IP43. Maar wat voornamelijk ook opvalt, is dat aan de voorkant twee lensjes te zien zijn. Die zie je hierboven, hier zo aan de voorkant heel erg goed. Er zitten twee lensjes naast elkaar. De ene is de warmtebeeld, dat is deze lens. En daarnaast zit nog een klein lensje. En dat is een gewone kleurenbeeldcamera. Nou, en om je nou te laten zien wat dat toevoegt en waarom dat erop zit, gaan we hem even onder een matrice 200 hangen. Of 210 in dit geval. Want daar kan hij een paar speciale trucjes mee uithalen. Het is natuurlijk gewoon een goede warmtebeeldcamera. Dus je kan hem voor allerlei verschillende warmtebeeldtoepassingen gebruiken. Alleen zeker bij gebieden als search and rescue en bijvoorbeeld voor de brandweer is een combinatie van een warmtebeeldcamera en een gewone kleurenbeeldcamera cruciaal. Nou is die combinatie af en toe nog steeds nodig, omdat je soms natuurlijk bijvoorbeeld een 30 keer optische zoomcamera zoals de Z30 nodig heeft. Maar door dit kleine kleurencameraatje daarnaast te combineren heeft een paar voordelen. Allereerst kun je daardoor met een gewone M200 die niet die dual camera mount heeft, makkelijk toch met een warmtebeeld en een gewone camera vliegen. Maar wat het daarnaast als voordeel heeft, is dat er een paar softwarefuncties in zitten, waarvan de belangrijkste eigenlijk FLIR MSX is. En FLIR MSX is eigenlijk een stand waarin die het FLIR-beeld van de warmtebeeldcamera combineert met contrast wat uit de kleurencamera komt. En dat zorgt ervoor dat je bepaalde dingen kunt lezen en zien die je anders met warmtebeeld niet zou kunnen zien. Een voorbeeld bijvoorbeeld is een gastank of iets. Stel die zou in de fik staan, dan is het voor de brandweer natuurlijk heel cruciaal om met de warmtebeeldcamera goed te kijken hoe warm die tank is, waar misschien de hittepunten zitten, etc. Alleen op die tank staat ook hele cruciale informatie, bijvoorbeeld over wat voor stoffen er in die tank zitten. Nou, met een gewone warmtebeeldcamera kun je die stoffen of die tekst niet lezen, maar met FLIR MSX kan dat wel. Ik heb hier even op mijn tablet het standaard picture-in-picture beeld staan, waarbij je dus buitenom de gewone kleurenbeeldcamera ziet en in het midden een stukje warmtebeeldcamera. En dan zie je dat die DJI banner die daar staat, dat je daar helemaal niks van ziet. Je ziet eigenlijk alleen maar één rechte lijn. Ik kan, als ik wat omhoog ga kijken, zie ik wel de hitte van bijvoorbeeld de lampen en de tv en de TL-bakken voorbij komen. Maar op die banner zelf zie ik helemaal niks van wat er op die banner staat. Nou, pak ik natuurlijk de gewone camera erbij, dan zien we dat wel. Dan zien we heel duidelijk het plaatje van de M200 in dit geval. Maar pak ik vervolgens de MSX variant erbij, dan zie je dat je een warmtebeeldplaatje krijgt, maar dat je in dat warmtebeeldplaatje gewoon keurig netjes de letters kunt zien, het toestel kunt zien, de matrice 200 tekst kunt lezen. En ook bij die lamp en dingen daarboven bijvoorbeeld, als ik wat omhoog ga kijken, ik zie hier allemaal het contrast van de lamp. Ik zie de buizenframe waar onze verlichting aan hangt bijvoorbeeld. Je ziet alles heel erg duidelijk in je warmtebeeld. Terwijl normaal gesproken zou je dat niet kunnen zien. Nou, dat is een van die bijzonderheden van FLIR MSX. Dat je dus in je warmtebeeldcamera gelijk contrastdingetjes kunt zien. Als bijvoorbeeld tekst of kentekens of andere dingen. Dan zit er in de X-T2 ook nog een aantal andere features. Zo heb je bijvoorbeeld je spotmeter erin zitten, waarmee je natuurlijk op allerlei plekken in het plaatje de exacte temperatuur kunt meten. Maar je kan ook een spotmeter over een gebiedje doen. Dan kun je zo met dit vierkantje kun je een bepaald gebied selecteren. Vervolgens gaat het rode puntje staan op het object wat het heetst is in het plaatje. En het blauwe puntje gaat naar het punt wat het koudst is in het plaatje. En daardoor zie je onderaan ook een gemiddelde, hij staat in dit geval nog op Fahrenheit, maar zie je een gemiddelde van een maximum temperatuur, een minimum temperatuur en het gemiddelde over het gebied wat jij geselecteerd hebt. Nou, verder, alleen dat is natuurlijk een beetje lastig demonstreren hier binnen, zitten er ook wat features in om bijvoorbeeld heat tracking te doen, zodat hij een warmtebron kan volgen.
En daarnaast zit er ook een functie in dat die een warmtealarm kan geven. Je kan dan een temperatuur instellen, je kunt vervolgens gaan vliegen en zodra er een object in beeld komt die die temperatuur heeft of hoger of lager, dan kan die een alarm geven. Het is bijvoorbeeld nuttig bij search and rescue, waarbij je kan zeggen van we zoeken een persoon in een groot gebied. Je vult de lichaamstemperatuur in, zeg een graad of 30. En zodra je iets tegenkomt wat boven de 30 graden is, dan zal het toestel een alarmpje geven en daar een rondje omheen zetten. Daardoor wordt het dan heel makkelijk om gewoon heen en weer te vliegen over een gebied. En op het moment dat je een punt tegenkomt of een object tegenkomt wat aan die criteria voldoet, geeft hij daar een alarmpje van en kun je ter plekke gaan kijken of dat bijvoorbeeld inderdaad de persoon is die je zoekt. Nou, dit was even heel kort een introductietje van de Zenmuse XT2 en een paar van de key features daaruit uitgelicht. Mocht je hier nou meer over willen weten of misschien een Zenmuse XT2 willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.